Hi allemaal, vandaag heb ik een shoplogje. Ik heb wat spulletjes gekocht bij de HEMA, de Action, de Ethos en het Kruidvat. En het leek me leuk om jullie te laten zien wat ik heb gekocht. Dus ik ga het gewoon beginnen. Bij de HEMA kocht ik dit boekje, het bloggingboekje. Dus ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Dit is een boekje, daar is speciaal voor als je blogt. Ik zal hem even openmaken. Kijk, als je hem binnenin kijkt, zie je een to-do list. To-do listjes. En to-blog. Je kunt ze heel makkelijk afscheuren, want het zijn gewoon blaadjes die zo gaan. Ik vond dit gewoon een heel leuk boekje. Ik was al een poosje naar op zoek, want ik had het al wel. Ja, ik moest echt nog een notitieboekje hebben om dingen in neer te zetten. En toen zag ik deze, omdat ze speciaal voor blog waren, heb ik hem ook meteen meegenomen, omdat ik hem zo onwijs leuk vond. Ze kostte €1,50. Ze waren een poosje weg, omdat je de nieuwe schoolspullen kwamen binnen en toen lagen ze er ineens weer bij. En ja, ik vind het wel een heel vrolijk boekje, vooral met dat oranje ook en dat blauw. Dat maakt het wel een beetje af, zeg maar. Dus deze kwam bij de HEMA vandaan. Bij het Kruidvat kocht ik de Get Ready for Brazil set. Ik heb hem niet meteen gekocht toen hij in de winkel kwam. Ik vond de set super leuk, maar ja, ik heb gewoon eventjes gewacht. En ze waren nu flink afgeprijsd. Ze waren nu €10. Ik zal hem even openhalen en dan kun je zien dat er een poncho in zit en de mascara, de volume mascara. Het is echt heel goedkoop, omdat alleen de mascara kost al €13 als je die loskoopt. Dus dat is wel een koopje, dus eigenlijk krijg je de poncho er voor niks bij. Ja, van 20 nu naar 10, dus dat vond ik ja, wel zo mooi afgeprijsd dat ik hem heb gekocht. Ben ik bij de Ethos geweest. Bij de Ethos had je vorig jaar al die hele handige toilettassen die je in tweeën kon delen, geloof ik. Nou ja, je hebt twee bakken en er is eentje ook speciaal voor mini. Ze hadden ze nu weer. Ze hadden ze ook in andere kleuren. Dit is de koraalrode. Ze hadden roze en blauw ook nog. Ik heb er heel veel over gelezen vorig jaar. Ik heb toen besloten om hem niet te kopen. Ja, en toen ik eigenlijk hem toch best wel graag hebben wou uiteindelijk, toen waren ze natuurlijk overal uitverkocht. Dus toen ik ze weer in de folder zag staan, toen wist ik dat ik hem meteen ging halen, omdat ik er nu wel snel bij wilde zijn. Ze waren afgeprijsd, ze waren nu, kijken, de bonnetje is wel makkelijk. Ze kosten nu €5,99. €6. Hij was eigenlijk 8, dus ging €2 af. Ik ga nog uitgebreid een artikel over maken, maar ik vond het toch wel even leuk om jullie al te laten zien. Wat ik ook kocht bij de Ethos, dat is een masker voor je huid. Een bodymasker. Ik ben heel erg van de maskertjes en ik vind het echt lekker om ja, gewoon in te smeren. En ik was eigenlijk op zoek naar de maskers uit de Ethos Sense lijn. Helaas is die lijn er niet meer, geloof ik, in de winkel. Ik heb wel een bepaalde verkoper gezien op internet die Ethos producten verkoopt, maar daar zat niet het masker bij. Toen kwam ik op deze en deze is €4,99. En als het goed is, geeft het een klei laag. Dus ik ga hem heel snel proberen, want het lijkt me echt super lekker. Ik zal hem even zo draaien, dat je ook kunt zien dat het echt een bodymasker is. En hij zou inner calm echt heel veel verzachtende en klei, een diepe reiniging en een zacht huidje. Ik ben heel benieuwd. Dan heb ik nog een masker gekocht. Dit keer was het een voetenmasker. Deze komt bij Oriflame vandaan. Oriflame kun je natuurlijk alleen online kopen. Dit is het voetenmasker. Ik heb die één keer geprobeerd van iemand. Volgens mij is die heel erg aan het... Ja, volgens mij komt echt door het licht. Dit is het voetenmasker. Het is een heel lekker masker. Vooral als je dan echt met je voeten bezig bent. En na een voetenbadje of zo. Dan lekker je voeten scrubben en alles. Dan is het echt een heel fijn masker.
Ik heb hem één keer van iemand gebruikt toen we echt een voedselverzorgingsmiddag deden. En die had er één en toen mocht ik die ook gebruiken. En die was zo lekker dat ik hem ook heel graag wilde hebben. Hij was nu 9 euro. En normaal is die 13. Dus hij stond dit keer in de Oriflame brochure. Er hoort dan ook dit voedselzakje bij. Die zit daar ook bij. Het is eigenlijk de bedoeling dat je die dan aantrekt, zodat het lekker lang kan intrekken. Maar ik denk dat ik het gewoon dat ik ze niet ga dragen in bed. Want ja, meestal zitten toch wel heel warm sokken in bed. Maar ik vind het wel tof dat ze erbij zitten. Dan ben ik bij de Action geweest. Even kijken, de Action had wat nieuwe make-up producten die ik heel graag wilde testen. Maar wat ik allereerst heel blij mee was, wat de Action weer had, dat was de Intensive Repair Conditioner. De conditioner die ik altijd gebruik, moet ik zeggen, die van mij was op. Het scheelt zoveel geld. Het enige wat er verschil is, dat de verpakking Duits is. Nou, dat interesseert mij echt helemaal niet. Want het gaat om het product wat in de flacon zit en niet om de verpakking. Ik weet toch wel waar die voor dient. Ik heb hem altijd, dus hij is gewoon super fijn. Hij was €1,72 en dat scheelt echt zoveel met de gewone drogisterij. Daar betaal je toch al gauw €3,75, geloof ik. Dus ik was er super blij mee dat ze hem hadden. Bij de Action weer. De make-up producten die ik heb gekocht bij de Action zijn de CC Cream. Ik vind het altijd wel leuk omdat Action ook wel met die trend meegaat, zeg maar. Dat je ook die spullen kunt kopen daar. Dit is de CC Cream. Ik ben ook best wel benieuwd hoe die gaat zijn. Ik ga hem heel snel testen. Ik denk ook nog wel dat er een review van online komt. Een wenkbrauwpotlood hadden ze nu ook bij de Action. Dit is een diep bruine met een puntenslijpertje erbij. Ik ben altijd toch wel benieuwd of dat het echt ook werkt. Het prijsje is natuurlijk altijd heel klein bij de Action. En ik ben toch altijd wel heel benieuwd of dat het zo goed werkt. Even kijken, volgens mij ben ik zelfs iets vergeten. Die had ik al gehad. De Max & More Concealer Stick, een groene, die hadden ze ook bij de Action. Was ook nieuw. Heb ik ook gekocht. Nou, heb ik dus gewoon nog iets laten liggen. Dat had ik al gekocht. Dat is een nude paletje. Die hadden ze nu ook niet. Volgens mij zit die hier ook niet in het tasje. Nee, ik heb hem op de slaapkamer laten liggen. Maar die zal ik dan sowieso reviewen. Het was gewoon een nude paletje. Met hele mooie kleurtjes oogschaduw. Ik ga er toch een look mee maken. Dus dan zullen jullie hem uiteraard nog zien. Vorige week had je bij de Action een jurkje om in 5 manieren te dragen. Die heb ik ook gekocht. Hij was €3. Zwart, je kunt hem op deze 5 manieren dragen. Nu het mooie weer eraan komt, vind ik het jurkje wel heel lekker zitten. En het staat ook leuk. Dus vandaar. Dit was ook eigenlijk meteen mijn shoplogje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik heb gekocht. Mochten jullie nog andere dingetjes gereviewd willen hebben, mocht je het even bij de comments zetten. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Doeg!